Kroonprins Leopold, de oudste zoon en troonopvolger, is pas 15 als zijn moeder sterft. Met zijn vader loopt het niet zo vlot, want de kroonprins wil reizen en de koning vindt dat te gevaarlijk. Hij wil zo snel mogelijk kleinkinderen, want de dynastie moet worden voortgezet. Maar de jonge en onvolwassen Leopold denkt nog niet aan trouwen. Daarom gaat de koning zelf op zoek naar een echtgenote voor zijn zoon. In april 1853 wordt de kroonprins 18 jaar. Een maand later reizen vader en zoon naar Wenen. De kroonprins heeft er geen idee van waarom zijn vader hem meeneemt. Maar eenmaal in Wenen wordt hem dat snel duidelijk. Zijn vader stelt hem daarvoor aan het nichtje van de Oostenrijkse keizer, Marie Henriette. Op het ogenblik dat de jonge Leopold zijn bruid leert kennen, is dat een volslagen verrassing. De twee jonge mensen hebben elkaar niet gekozen als huwelijkspartners. En ze verschillen zo grondig van karakter. Marie Henriette houdt van wijde landschappen, van paardrijden, zeer veel van dieren, ook van muziek. Terwijl Leopold alleen belangstelling heeft voor politieke problemen. Hij denkt aan spoorwegen, aan kanaal, aan grootse projecten. En dus die belangstelling ligt helemaal uiteen. Enkele maanden na de bezoek aan Wenen trouwen Leopold en Marie Henriette in de Sint-Goedelijkerk in Brussel. Leopold heeft niet veel oog voor zijn kersverse bruid. Hij laat haar vaak alleen. Al zijn aandacht gaat naar zijn passie, het bestuderen van verre landen, volkeren en culturen. Gelukkig voor Marie Henriette is er Charlotte, de zus van Leopold. Zij is maar 4 jaar jonger en de prinsessen kunnen het in het begin goed met elkaar vinden. Eind 1854 maken Leopold en Marie Henriette een grote reis. De kroonprins heeft zwakke longen en een milder klimaat zou hem goed doen. Of is het een uitgestelde huwelijksreis? Want de reis begint met een bezoek aan Venetië. En in die tijd is Venetië de traditionele huwelijksreis voor de rijken. Na Venetië gaat de reis verder naar het Midden-Oosten, waar ze onder andere Caïro en Jeruzalem bezoeken. Terug in België probeert Marie Henriette de tijd te doden met haar hobby's. Ze houdt van opera. Wagner wordt haar lievelingscomponist. In de Brusselse Muntschouwburg woont ze geregeld voorstellingen bij. Het is meteen een gelegenheid om in het koninklijk salon vrienden te ontmoeten en te ontsnappen aan de eenzame dagen in het koninklijk paleis. Marie Henriette is ook een voortreffelijk paardrijdster. Ze houdt zich persoonlijk bezig met de vele volbloeden die vlakbij het koninklijk paleis op stal staan. Ze zou dolgraag de grote legermanoeuvres van de cavalerie bijwonen, maar de koning vindt dat veel te gevaarlijk. Generaal Chazal bemiddelt en weet de koning te overtuigen. Bij de volgende oefening galoppeert Marie Henriette op een schitterende Hongaarse volbloed aan het hoofd van de gidsen. Voor die tussenkomst blijft ze generaal Chazal eeuwig dankbaar. Jarenlang schrijft ze brieven aan de oude generaal, die ook een goede vriend is geworden. In 1865 overlijdt Leopold I. Zijn zoon volgt hem op. Ook het leven van Marie Henriette verandert. De talloze verplichtingen die zij als koningin moet nakomen, nemen haar meer en meer in beslag. Het koningspaar heeft 4 kinderen. De oudste is Louise. Leopold is een jaar jonger. In 1864 volgt Stefanie. En de jongste, Clementine, wordt pas 6 jaar later geboren. Marie Henriette slaagt er niet in een huiselijke sfeer te scheppen. Zelf mist ze de familiale warmte uit Wenen.
Marie-Henriette en ook de koning verbergen niet dat ze een boontje hebben voor hun enige zoon, want hij moet de dynastie voortzetten. Maar het kind heeft hartstoornissen en is vaak ziek. De prins is nog geen 10 jaar oud als hij sterft aan een longontsteking. Voor Marie-Henriette stort de wereld in elkaar. Van een opgewekte dame wordt ze een gesloten wezen. Van de ene op de andere dag laat ze de zorg voor haar dochters over aan gouvernantes. Ook Leopold heeft het moeilijk. Om zijn familiale problemen te vergeten, stort hij zich nog meer in zijn architecturale en koloniale avonturen. Maar de koning maakt zich wel zorgen om de voortzetting van de dynastie. Nog even is er hoop als Marie-Henriette weer zwanger is. Maar in 1872 wordt Clémentine geboren, een dochter dus, en niet de verwachte mannelijke troonopvolger. De breuk tussen Marie-Henriette en Leopold is definitief. De koning heeft al een paar amoureuze avontuurtjes achter de rug. Maar rond 1900 zoekt hij meer en meer het gezelschap van Blanche de la Croix, die hij in Parijs heeft ontmoet. Met haar trekt hij naar de Azure kust. Blanche schenkt hem 2 zonen. Als beloning krijgt ze de titel Baronesse de Vaughan. En dat alles zorgt voor heel wat sensatie in de pers. Marie-Henriette trekt zich vanaf 1895 terug in Spa, in het vroegere Hôtel du Midi dat voor haar werd omgebouwd. Ze heeft hartklachten en hoewel ze maar 65 is, moet ze het rustiger aandoen. Toch woont ze nog geregeld te paardenwedrennen en concerten bij. Meestal is ze vergezeld van een hofdame of van Clémentine, een van haar dochters. De koning komt haar af en toe eens bezoeken. Begin september 1902 ziet hij haar voor de laatste maal. Enkele dagen later, het is een zachte zomeravond, sterft Marie-Henriette. Alleen de huisbedienden staan aan haar sterfbed.